taal doen is leren door te doen. En bij doen heb je te maken met andere mensen. Niet alleen met de mensen die dezelfde taal spreken, maar ook de mensen die de Nederlandse taal spreken. De kracht van deze methode is dat we ze echt volledig onderdompelen in de taal en alle zintuigen prikkelen om met taal aan de slag te gaan. Dus vanuit verschillende invalshoeken krijgen mensen taal aangeboden. Moeilijk wordt uw letter. Ja, scheur, muur, uur. Ja, beetje moeilijk. Waar WSD eigenlijk het verschil maakt voor deze statushouders is dat ze dus leren door te doen, maar ook tegelijkertijd ook de mogelijkheid kunnen bieden om het ook te doen. Dat wil zeggen dat de mensen naast deze taallessen ook nog taalstage lopen. 2 à 3 dagdelen per week. Daar is een taalbuddy aanwezig, dat is een directe collega, die hardop zegt wat hij doet in zijn werk. Maar ook dus gesprek nog ontlokt. Hoe noem jij die glas? Sierglas. Omdat ik zelf de taal van andere mensen geleerd, ik wil graag die ervaring terug bij maatschappij geven. Ik heb een pen en een klein schriftje voor deze mensen. Als nieuwe woorden gewoon even opschrijven, dan die wordt makkelijk. Van groot naar klein. We zien dat er te veel inburgeraars tussen wal en schip vallen, die in een uitkering terechtkomen, vrij geïsoleerd raken. En juist taal is daar een hele belangrijke factor om dat te veranderen. Dus leren door te doen zorgt er ook voor dat je uiteindelijk werk gaat krijgen, dat je meer participeert. En tegelijkertijd ook contacten opdoen en zorgen dat je een netwerk gaat krijgen.